aflevering 7 over spreadsheet en budgetteren. Dag dames en heren. Welkom bij deze 7e les van de cursus PC Privé. In dit programma gaan we zo meteen verder met de prijslijst die we de vorige keer in de spreadsheet module van de Teliac software gemaakt hebben. We koppelen dit voorbeeld aan een factuur gemaakt in Word en adresgegevens van een klantenbestand uit de datamodule. Daarna gaan we op basis van een spreadsheet met omzetgegevens grafieken maken. Deze demonstraties zijn geënt op wat zakelijke situaties om het voor iedereen begrijpbaar te houden, maar bij de voorbeelden op de Teliac software diskettes vindt u ook privézaken zoals bijvoorbeeld een vergelijking van de autokosten met de kosten van openbaar vervoer. Aan het einde van deze les laten we u met een programma dat u niet in de Teliac software aantreft in het kort zien hoe je huishoudelijke uitgaven kunt budgetteren. Het merendeel van de demonstraties in deze les vindt weer plaats in de grove grafische mode en in zwart-wit. Ik zou zeggen, aan de slag. De Teliac software is gestart en we kiezen uit het openingsscherm voor hoofdstuk 7. We klikken daarvoor op de linkermuisknop. Er verschijnt een schaduwrand als teken dat we dit hoofdstuk geselecteerd hebben. We zien 5 icoontjes. Data, Sheet, Word, Graph en Print. Graph hebben we in deze demonstratie niet nodig en we gaan deze module dan ook uitschakelen. Dat gaat als volgt. We drukken op de Escape-toets en kiezen voor programma's. Hier staat met vinkjes aangegeven welke programma's de computer gaat laden. Door Graph te selecteren en op de linkermuisknop te drukken, halen we het vinkje weg. Door binnengaan te kiezen, worden uitsluitend de 4 opgegeven modules geladen. We maken daarvan de Sheet-module actief en vergroten deze. Er komt een leeg rekenblad tevoorschijn. Via het File-menu kiezen we voor Inladen. De computer komt nu met een lijstje spreadsheet-bestanden en daarvan kiezen we Prijslijst versie 3 door erop te klikken en vervolgens geven we de opdracht Inladen Sheet. Een versie van de prijslijst van de Hi-Fi Shop, zoals we die vorige keer voor onze klanten gemaakt hebben, komt tevoorschijn. De kolommen A tot en met G zijn gevuld met de verkoopgegevens en in kolom P staan de inkoopprijzen weergegeven. Die hadden we even wat terzijde gezet, omdat we vonden dat onze klanten deze gegevens niet hoeven te hebben. Op basis van de verkoopgegevens willen we nu een mogelijkheid gaan creëren om onze klanten een eenvoudige factuur te sturen, zonder dat we daar zelf al te veel werk aan hebben. Daarbij gaan we eigenlijk op precies dezelfde manier te werk als bij de mailing in les 5. We combineren echter in dit geval een factuurtekst in Word met adresgegevens uit Data en de gegevens van de prijslijst die gemaakt is in Sheet. De module Data, die adresgegevens van onze klanten bevat, zullen we nu eerst inladen. We wisselen van module en gaan naar Data en vergroten het scherm. Daar laden we via het File-menu het bestand Klant Hi-Fi in. Een eenvoudig adresbestand met klantgegevens komt tevoorschijn. Het bestaat uit alleen maar tekstvelden, waarbij postcode en woonplaats als hoofdlettervelden zijn gedefinieerd. Kijken we nu even in de labelformulemode, dan zien we dat deze kaartenbak of stapel eenvoudige labels heeft. Bij het verwerken van deze adresgegevens in een factuur hebben we deze labels, zoals u weet, nodig. Dan gaan we nu naar de Word-module en kunnen de standaard factuur gaan maken. Een gedeelte daarvan hebben we al op schijf staan als Hi-Fi factuur versie 1 en deze laden we dan ook in. In cursieve letters hebben we naam, adres en telefoonnummer van het bedrijf ingetypt en daaronder in vette kapitalen het woord factuur. Daar weer onder bevinden zich links de labels uit het klantenbestand.
VNM voor voornaam, NM voor naam, ADR voor adres, PC voor postcode en WP voor woonplaats. Natuurlijk staat dit alles tussen wiebers om de computer te laten weten dat er iets van hem verwacht wordt. Hetzelfde geldt voor date-dollarteken met tussen haakjes today, waardoor bij iedere factuur de datum van vandaag automatisch wordt geprint. Verder staat er in normale tekst ondergetypt: geachte heer, tot en met over te maken. Om te checken of dit gedeelte van de brief werkt, gaan we even terug naar de datamodule en zoeken de naam op van de klant die we een rekening willen sturen. Bijvoorbeeld de heer Prins uit Utrecht. Vervolgens gaan we naar de printmodule en kiezen voor print scherm vanuit Word. Via een druk op de spatiebalk zien we dat deze koppeling inderdaad geen problemen oplevert. Daarna gaan we terug naar de Word-module met F8 en gaan Word onder in beeld zetten, want we willen nu tegelijkertijd het spreadsheet kunnen zien. Dit verplaatsen van Word doe je door op de streepjesbalk van dit venster te klikken met de linkermuisknop en opnieuw te klikken wanneer de juiste positie bereikt is. Met de haak rechtsonder geven we Word een andere afmeting. Vervolgens verbreden we Sheet. Door met de muis op de rechterschuif van het Word-venster te klikken en deze naar onderen te verplaatsen, komt het laatst getypte deel van de factuur in beeld. Door een druk op de Return-toets gaan we nu naar de volgende zin en gaan daar de kopjes voor de factuur intypen. Maar voordat we dat doen, moet eerst de tabulatorafstand wat ruimer ingesteld worden. We gaan daarvoor naar het optiesmenu en kiezen voor tabafstand en typen 15 in, omdat we dadelijk lange woorden moeten intikken, zoals versterker 1, 2 en 3 enzovoort. Dan kan het woord apparatuur ingetypt worden. Daarna drukken we op de tabtoets en typen verkoop met tussen haakjes X voor ex-BTW. Dan drukken we opnieuw op de tabtoets en typen verkoop inclu BTW. Dan kan de apparatuur die in de factuur vermeld moet worden ingevuld worden, namelijk versterker 1. Word kan deze tekstgegevens rechtstreeks uit het spreadsheet overnemen. Daarvoor typen we tussen wiebers het celnummer A5 en een dollarteken om de computer aan te geven dat deze cel tekst bevat. Dan gaan we met de tabtoets naar de volgende kolom om de verkoopprijs ex-BTW in te vullen. We typen daar tussen wiebers C5 omdat deze prijs voor versterker 1 in cel C5 staat. Bij getalvelden wordt geen dollarteken gebruikt. En datzelfde ritueel herhalen we ook nog een keer onder de tekst verkoop inclu BTW. In de printmodule gaan we nog eerst even kijken wat dit oplevert. De code die we onder apparatuur hebben ingetypt blijkt wel te werken. Daar staat keurig versterker 1. Maar de getallen zijn niet financieel, dus daar is iets mis mee. Je kunt dus kennelijk financiële getallen uit een spreadsheet niet zomaar in de tekst opnemen. We gaan terug naar Word en slaan op dit probleem de handleiding na. En daar lezen we dat er verschillende manieren zijn om getallen uit een spreadsheet in een Word-file op te nemen. Om getallen met twee cijfers achter de komma te krijgen, moet je gebruik maken van een bepaalde getalbewerkingsfunctie. We verwijderen wat we reeds ingetypt hebben en typen de opgegeven functie in. Daarvoor moeten we tussen wiebers een F gevolgd door een dollarteken tikken en tussen haakjes 8, C5. De F staat voor financieel en die 8 staat voor het aantal tekens dat het bedrag ons inziens maximaal in beslag zal nemen. Maar denk je dat een getal meer tekens in beslag neemt, dan maak je er bijvoorbeeld gewoon 10 van. C5 is natuurlijk een verwijzing naar de cel waarin het betreffende bedrag te vinden is. Eenzelfde soort getalbewerkingsfunctie typen we nu onder verkoop inclu BTW in.
checken we de zaak nu opnieuw via de printmodule. Dan ziet het er keurig uit. Nu zou het alleen niet erg handig zijn als we voor iedere factuur al deze gegevens zouden moeten invoeren. Dan kun je hem haast beter gewoon typen. Daarom is het zinvol om alle apparatuur in deze standaardbrief op te nemen. We gaan daarvoor niet steeds opnieuw de tekstbewerkingsfunctie intypen, maar kopiëren deze zin een aantal malen. We doen dat via markeren en kopiëren via het blokmenu. En vervolgens hoeven we alleen nog maar even de celnummers aan te passen. Buiten beeld hebben we deze lijst even afgemaakt. Alle beschikbare celnummers van A5 tot en met A19 enzovoort zijn nu ingevuld en aangepast met de juiste celreferenties. Die hebben we gewoon met de hand ingetypt. Nu is een factuur natuurlijk niet compleet als er geen totaalbedrag op staat. Dus tikken we onderin de factuur, onder de tab van Verkoop X, de tekst Totaalbedrag met een cursieve F als schuldenteken. En vervolgens onder de kolom Verkoop inclu BTW, eerst in de zin erboven scheidingstreepjes en eronder een combinatie van functies om het bedrag te totaliseren. Namelijk een wieber, dan F, dollarteken, haakje openen, 8, comma, sum, voortel op, en opnieuw tussen haakjes G5, comma, G19, haakje, en nog een extra haakje en een wieber. Kort gezegd geven we met deze functiecombinatie aan dat het totaalbedrag financieel weergegeven moet worden. Bovendien omvat dit bedrag niet meer dan 8 tekens. Kijken we nu nog even via de printmodule wat een dergelijke factuur zou opleveren, dan zien we dat de heer Prins flink wat moet betalen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daar komen we zo nog op terug. Maar eerst maken we deze standaardfactuur even af door eronder te tikken met vriendelijke groeten. A.J. van Straten, directeur. De factuur is klaar en wordt opgeslagen als standaardfactuur. Dan gaan we nu de factuur aan de heer Prins maken op basis van deze standaardfactuur. De heer Prins heeft cassette 3 uit cel A16 en versterker 4 uit cel A17 gekocht. Uit de standaardrekening moet de rest dan ook verwijderd worden. Daarvoor markeren we de regels A5 tot en met A15. En hetzelfde doen we met de regels A18 en A19. Dan nemen we deze blokken eruit. Vervolgens passen we nog even de functiecombinatie van het totaalbedrag aan. G5 wordt G16 en G19 wordt G17. G16 is de eerste cel van de optelling en G17 de laatste. Bekijken we nu via printscherm vanuit Word de factuur aan de heer Prins, dan is deze keurig aangepast en kan op de printer uitgeprint worden. De factuur slaan we vervolgens op als factuurprins en op deze manier blijft de standaardfactuur beschikbaar voor een volgende klant die weer iets anders koopt. Dan gaan we nu kijken naar een ander voorbeeld van een koppeling, namelijk van de gegevens uit een spreadsheet met de grafiekmodule Graph van de Teliac software. Voor de volgende demonstratie selecteren we opnieuw hoofdstuk 7 en klikken in de menuregel het programmamenu aan. Voor deze demo hebben we namelijk alleen Sheet en Graph nodig. En dus schakelen we Data, Word en Print uit en kiezen voor Binnengaan. Om u alvast een indruk te geven hoe een grafiek eruit ziet, maken we Graph actief en laden het bestand Voorbeeld Grafiek in. Op het scherm verschijnt een zogenaamd histogram, beter bekend onder de naam staafdiagram. Boven dit diagram staat een koptitel. Omzetgegevens, versterkers, Hi-Fi Shop. In het diagram zelf zien we onderaan langs de x-as januari 90, februari 90, maart 90 enzovoort. Deze maanden worden onderling gescheiden door dunne stippenlijnen. Het programma noemt zo'n gebied een hoofdgroep.
Binnenin zo'n hoofdgroep bevinden zich subgroepen in de vorm van staven. Deze staven vertegenwoordigen de omzetgegevens van de versterkers 1, 2 en 3. Onder in het scherm staat met behulp van zogenaamde legenda beschreven dat het versterker 1, versterker 2 en versterker 3 betreft. Langs de y-as staan getallen weergegeven, die, zoals het programma ook aangeeft, met 10 vermenigvuldigd moeten worden. Zo zijn er van versterker 2 in februari 90 50 exemplaren verkocht en van versterker 3 in juni 70. Onderaan staat als voet het woord vertrouwelijk. Met zo'n grafiek kun je in één oogopslag heel goed zien hoe de verkoop van de 3 versterkers in de periode januari tot en met juni verlopen is. Deze grafiek is op basis van spreadsheetgegevens gemaakt. Hoe? Dat zullen we u nu stap voor stap laten zien. We maken via het filemenu het graphscherm leeg en schakelen door naar Sheet. Daar kiezen we voor inladen van het bestand omzetgegevens. Er komt een eenvoudig spreadsheet tevoorschijn. Bovenin staat de titel Omzetgegevens eerste en tweede kwartaal 1990, versterkers en radio's Hi-Fi Shop. Daaronder staan in kolom A de hoofdgroepen van de grafiek die u zo even zag, namelijk januari 90 tot en met juni 90. Gaat u zelf zo'n spreadsheet maken als basis voor grafieken, dan moeten de hoofdgroepen altijd in de kolommen staan en de subgroepen in de rijen. Zo staan de subgroepen versterker 1, versterker 2, versterker 3 enzovoort in rij 3. Daaronder staat per apparaat steeds ingevuld hoeveel we er in de betreffende maand van verkocht hebben. En 2 rijen onder dit overzicht staat het totaal van die omzet over de genoemde periode. In deze cellen zit een formule, namelijk de som van de erbovenstaande cellen. Deze ziet u weer linksboven het werkblad weergegeven. In eerste instantie willen we nu op basis van de gegevens per maand van de versterkeromzet een grafiek gaan maken. Daarvoor markeren we cel B5 tot en met D10. Dat zijn dus de cijfergegevens van het spreadsheet. U kent de methode van markeren via het blokmenu. Maar er is, zoals we al een aantal keren in deze en vorige lessen gedaan hebben, een snellere methode. Namelijk door met de rechtermuisknop cel B5 te selecteren. Er verschijnt dan, net als bij het gewone markeren, een openingshaakje in de regel waar file in staat. Vervolgens ga je naar de laatst benodigde cel, D10, en herhaalt het klikken met de muis. Het blok is gemarkeerd. Dat wordt ook in de fileregel aangegeven met een sluitend haakje. Dan wisselen we naar graph en kiezen in de menuregel voor grafiek en klikken aan dat we een sheetgrafiek willen maken. Dan kiezen we voor hoofdgroep en klikken op getallen van sheet. Er komt onmiddellijk een staafgrafiek tevoorschijn die nog wat aangekleed moet worden. Maar de omzet van de versterkers is al wel per hoofdgroep met subgroepen weergegeven. Dat heeft het programma allemaal zelf gedaan op basis van de opbouw van het spreadsheet. We zullen eerst de hoofdgroepen eens gaan benoemen. Dit kan heel makkelijk door terug te gaan naar het spreadsheet en de tekstcellen januari 90 tot en met juni 90 te markeren. Vervolgens gaan we terug naar graph en kiezen onder het hoofdmenu hoofdgroep voor tekst van sheet. Automatisch staan de maanden nu onder de grafiek. Nu staan de legenda onder in beeld er nog wat zielig bij. Ook die moeten van tekst voorzien worden. Ook daarvoor gaan we terug naar het spreadsheet en markeren versterker 1 tot en met versterker 3. Dan gaan we weer terug naar graph en kiezen voor subgroep en tekst van sheet. En achter de legenda hokjes staan nu keurig de versterkers 1, 2 en 3 weergegeven. Nu moet de grafiek nog een kopregel krijgen. We kiezen voor grafiek en vervolgens kopregel en typen daarin omzetgegevens versterkers Hi-Fi Shop, eerste en tweede kwartaal 1990. En achter voetregel typen we vertrouwelijk.
Nu is er alleen nog niets op het scherm terechtgekomen. Drukken we echter op de F2 of rekentoets, dan staat de tekst in de grafiek en hij is klaar. We slaan hem op als voorbeeld grafiek nummer 2. Nu is dit een staafdiagram, maar het programma kent nog meer type grafieken. In de normale grafische mode en kleur laten we u daar wat van zien. We kiezen voor het menu Grafiek en linker i-as en dan zien we nog wat meer keuzes staan. We klikken punt en lijn aan en drukken op de F2-toets. En er komt een lijndiagram met punten tevoorschijn. Klik je gestapeld aan, dan komt er een vinkje achter te staan. En kies je dan voor histogram en druk je op F2, dan krijg je een gestapeld staafdiagram. Verder kent het programma onder andere nog een 3D-diagram met vlakken, een histogram in 3D en taartdiagrammen. Van het maken van zo'n taartdiagram willen we u nog een voorbeeld laten zien. We markeren de omzetcijfers van de totale omzet en gaan vervolgens terug naar Graph en kiezen onder Grafiek voor Sheet-grafiek. En onder Hoofdgroep voor Getallen van Sheet. Er komt tijdelijk een staafdiagram tevoorschijn. Dat veranderen we zo nog. Dan gaan we terug naar het spreadsheet en markeren cel A12 met de tekst Totale omzet. En vervolgens kiezen we in Graph voor Hoofdgroep. En tekst van sheet. De tekst tot omzet wordt geplaatst, maar we vinden dat wat kleintjes in de grafiek staan. Dit kan gewijzigd worden door in de hoofdgroep voor edit te kiezen. Er verschijnt dan een invulscherm waarin we de volledige tekst totale omzet voluit en kapitaal kunnen intypen. Na dit venster gesloten te hebben en op de F2-toets gedrukt te hebben, staat de tekst in beeld. Nu moeten de legenda nog aangevuld worden. We markeren cel B3 tot en met cel G3. Gaan terug naar Graph en kiezen onder subgroep voor tekst van sheet. Zo we willen, kunnen we via subgroep en edit deze teksten nog wat veranderen. Maar wij zijn tevreden met wat er staat, dus doen dat niet. Nu kiezen we onder grafiek voor linker i-as en vervolgens voor taart. Drukken op de F2-toets en onze totale omzet wordt keurig in percentages weergegeven. Dan maken we boven deze grafiek nog een koptitel en ons taartdiagram is klaar om verder verwerkt te worden. Hoe dat verder verwerken, bijvoorbeeld het uitprinten van een grafiek of het opnemen in Word in zijn werk gaat, vindt u uiteraard in de handleiding van de Teliac software. Daar vindt u trouwens ook hoe u Graph aan data kunt koppelen. Wij gaan nu een klein uitstapje maken naar een ander programma, namelijk een budgetteringsprogramma. Dit programma vindt u zoals gezegd niet in de bij de cursus geleverde software. Het budgetteringsprogramma is gestart en we staan nu in het hoofdscherm. Ook dit programma maakt gebruik van een aantal menu's die met behulp van de cursortoetsen te benaderen zijn. Het belangrijkste menu is op dit moment invoeren. Met de keuze vaste gegevens geef je op wie je bent en of je een eigen auto en of huis bezit. Het programma moet dit weten in verband met een aantal posten die erin voorkomen. Daarna geef je op hoe de financiële situatie is met de keuze beginsaldi. Je kunt hierbij onder andere invoeren hoeveel er op de bank, de giro en de diverse spaarrekeningen staat, alsmede hoeveel contant geld je in kas hebt. Is dat ingevuld, dan kies je voor begroting om een begroting te gaan maken van de te verwachte uitgaven in het komende of lopende jaar. We zien daarbij posten als inkomsten, vaste lasten, reserveringsuitgaven, huishoudelijke uitgaven en diverse. Activeren we de post inkomsten, dan is ook die weer opgesplitst in verschillende onderdelen, zoals het netto maandsalaris, reiskostenvergoedingen en vakantietoeslag. Deze posten kun je individueel gaan invullen.
Wij hebben hier de te verwachten netto maandsalarissen op het scherm. Hier de te verwachten reiskostenvergoeding en nu de vakantietoeslag. Ook alle te voorziene uitgaven vul je natuurlijk in. Zijn deze posten ingevuld, dan kun je een overzicht krijgen van de begrote bedragen met de keuze overzicht en begroot en door bijvoorbeeld januari tot en met december te selecteren. Je kunt dit op het scherm zichtbaar maken en er verschijnt een lijst met het gemiddelde begrote bedrag per maand over het jaar 1991. Met de keuze grafiek en begroot kun je dit ook grafisch zichtbaar maken. Je kunt daarbij kiezen voor een taartdiagram of een staafdiagram. Gaan we weer terug naar het menu invoeren, dan is daar uiteraard ook de keuze werkelijkheid. En hiermee kun je de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven invullen. Kiezen we voor huishoudelijke uitgaven en vervolgens voor boodschappen en de maand januari, dan ziet u wat we in de maand januari ingevoerd hebben als kosten voor boodschappen. Daarbij kunnen we in het programma ook nog aangeven wat voor soort uitgaven het zijn en van welke rekening het betaald is. Ook van de werkelijk ontvangen inkomsten en gedane uitgaven kan het programma je over een maand, een aantal maanden of zelfs een jaar een lijst verschaffen. Ook deze werkelijkheid is weer in grafiekvorm zichtbaar te maken. Wil je ook nog een overzicht hebben van wat de verschillende onderdelen van het huishouden bijvoorbeeld kosten, dan kies je voor overzicht toewijzingen en bijvoorbeeld huis en de maand januari. En je krijgt een lijst van de kosten die er voor de huisvesting zijn uitgegeven. Ook kun je zien hoe de begrote bedragen zich verhouden tot de werkelijke uitgaven door te kiezen voor overzicht en rubrieken en bijvoorbeeld huishoudelijke uitgaven in de maanden januari tot en met maart. En dan zien we dat de boodschappen en de glazenwasser in dit geval redelijk goed begroot waren en we dus aardig op schema zijn wat betreft deze post. Dit waren dan globaal wat mogelijkheden van dit budgetteringsprogramma. Het is mogelijk om hiermee al uw uitgaven en inkomsten van dag tot dag bij te houden. Je kunt ieder moment zien hoe het ervoor staat en dat op alle fronten, want en dat is iets dat we u niet lieten zien. Je kunt ook al je af- en overschrijvingen naar bijvoorbeeld spaarrekeningen met dit programma verwerken. Dit was het dan voor deze les. Volgende week gaan we u vertellen hoe je een modem installeert en gebruik maakt van de communicatiemodule Link van de Teliac software. Tot dan.